heel hartelijk welkom hier bij restaurant Krijns in Bladel. Wat jullie vanavond mogen verwachten is, zoals onze gasten allemaal Krijns zullen gaan ervaren, eerlijk eten op een ambachtelijke wijze bereid. Ik had toch wel geprobeerd een paar wat specialere wagens mee te nemen. Dat betekent dat ik meegenomen had de auto die ik op dit moment zelf rijd. Dat is een helemaal nieuw model 740 XD. Een auto waar een hele hoop echt helemaal nieuwe snufjes in zitten waar je je ogen mee uitkijkt. En ik had meegenomen een i8, toch een blikvanger. En een auto waar mensen graag een stukje in willen rijden, wat de meeste mensen niet meemaken, dus dat hebben ze vanavond even kunnen ervaren. Ik denk dat het een geweldig goed initiatief is. En waarom? Wij moeten samenwerken. Daar staat het overigens de VDL-groep uit. Samenwerking maakt kracht. Dat denk ik echt, dat doen we veel te weinig. Ook een soort muur, denk ik. En vooral, is mijn mening, vanuit België naar Nederland. Maar Nederlands proberen natuurlijk best wel in België. Mijn naam is Boris Wachten. Ik ben burgemeester van de gemeente Bladel. Dit is in de Brabantse Kerk aan de Nederlandse kant. En wij zijn volop bezig om te kijken of wij grensoverschrijdend met onze Belgische buren wat leuke connecties kunnen maken. Niet alleen bestuurlijk tussen de gemeentebestuur en de burgemeesters, maar ook qua bedrijfsleven. Peter van Veldhoven, burgemeester van de stad Lommel. Brabant, Limburgs Brabant, ja. Belgisch Limburgs Brabant. Ja goed, we hebben natuurlijk de grens tussen ons beiden liggen, maar eigenlijk naar mentaliteit, naar kijken naar het leven, naar kijken naar hoe we met elkaar omgaan, zit dat heel dicht tegen elkaar. Ik denk dat we hier in de regio toch wel een aantal gemeenschappelijke uitdagingen hebben, die ook naar tewerkstelling belangrijk zijn, naar economische ontwikkeling belangrijk zijn. En of bij wijze van spreken het bedrijf in Lommel gevestigd is, en de Nederlanders in Lommel komen werken of vice versa, maakt me niet veel uit. Maar het is vooral belangrijk dat onze inwoners dicht bij huis een goede job kunnen vinden. En dat is voor mij toch een stuk inzet van dingen zoals we vanavond doen. Nee, mijn visie is op een gegeven moment dat Nederlandse bedrijven in België moeten kunnen floreren. En ook werkzaam zijn, maar ook Belgische bedrijven moeten naar Nederland kunnen gaan. Ik vind wat de collega ook zegt, die grens, het is geen grens die ons scheidt, maar een grens die ons bindt.